En dan zal zo'n start zijn ook wel gezegd, nog even worden. We zijn op het moment naar kop met startnummer 77, Jan Woldijk. Wordt gevolgd door nummer 72, Johan van Kelker. Daarachter 104, Gerbert Bekema. 96, Peter Rijns. Goed, en achter Peter Rijns hebben we nummer 111. Harm Woldijk wordt gevolgd door nummer 70, Stef Klok. En door onze jongste rijder, Saskia Woldijk. En natuurlijk niet te vergeten, nummer 44, Naomi Rijns. Ja, helaas één mooie rood gevallen. Toch wat kleine technische mankementen en dan kiezen wij er liever voor om even de baan uit te gaan als dat je alles kapot hebt. Want dan wordt het weer een hele week sleutel in plaats van even een uurtje. Ja, dus even wat geweld uit Groningen van de mannen uit Buffalo in omstreken. Het zit mooi in Team Buffalo, oftewel ZTB. En zoals ik net al zei, kijk ook eens op onze Facebookpagina. Ja, dat is altijd wel leuk en interessant. En daar kun je ook op zien waar wij overal rijden. Dus mocht het je wat lijken. Kun je altijd komen kijken, is de informatie op onze Facebookpagina te vinden. Ja, en zoals we ook al zeiden, ja, toch een wat aangroeiende sport. Vooral in het hoge noorden, een beetje weggedreven vanuit Twente. Het virus is wat overgewaaid naar het Groninger platteland. En zo hier in Friesland bevalt het ook, want we rijden hier ook diverse demo's. Zo laatst ook nog in Rinsemageest bij het Trekken. In het Oldtimer Festival in Hoornsterzwaag zijn wij ook geweest. Dus wie weet zien we volgend jaar ook wel wat Friese rijders verschijnen. Ja, dan ben ik benieuwd of het virus ook wat deze kant overwaait. Goed, en ik zie dat de geplakte vlag ook weer wappert. Dus dat betekent einde deze ronde. En ik meen dat wij zo nog één rondje zouden gaan doen. En dan weer over naar de combine races.
Goed, zo moet ik zeggen dat de mannen van de baan is een super nette baan van hebben gemaakt. Als je kijkt hoe het zo net hobbelde en hoe strak het er nu bij ligt. Dat Petja